Life begins at the end of a broken heart. Ja, lieve vrienden, ik had onverwachts bezoek. Look ahead and you see that they're calling out to you. Obliterate all the fear and you're halfway there. Take a breath, let it out, have them here. Hey, hallo lieve vrienden, een hele goede middag. Even kijken hoe laat het exact wordt. Ja, het is bijna half één. Loopt tegen half één, maakt niet uit. Maar in ieder geval, ik ga zo nog even met de meiden snel uit. Ik krijg vanmiddag visite. Ja, van een moeder en een dochter. Dochter is nog minderjarig, dus ik weet niet of ik dan kan vloggen. Want ja, ik wil geen kinderen in verlegenheid brengen. Dat doen we niet. En daar ga ik een hekel aan. Kind die wil het niet en het moet ook voor de moeder mogen. Ook dat nog zeggen. Ja. Dus, maar oké, maakt niet uit. Ik hoop wel op een gezellige middag. En met wat ik verder ga doen, ja, ik weet het niet. Ik moet eigenlijk, als ik het recht nog even stofzuigen, want het is er een en al haar. Ik heb gisteren geveegd, maar het helpt je twee keer niks met deze banjers. En dan heb ik het over banjes, ja, Rijka verhaart ook, maar dat zijn van die korte haartjes. Elwing verhaart ook, maar daar vallen af en toe plokken uit en die kan je oprapen. Maar ook het losse haar, ja, dat zweeft rond, dus ja, daar kan je niks aan doen. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Meestermoel, ja! We gaan er weer van genieten. Het is prachtig mooi weer met bewolking. Maar dat maakt de pret niet drukker. Nee, dat vind ik niet erg. Maar ja, hoe het verder is. Bij de schutting is het 31 graden. Dus ja, bijzonder leven. Ik doe me dunne jasje aan, een zwart-witte. Ook al staat dat er niet bij, want ik ben... Ja, roze, geel, groen-grijsachtig, weet ik veel. Het is mijn harenbroek die onder die lange jurk hoort. En daar had ik nou geen zin in die jurk te dragen. En dus ik heb er een bijpartje shirtje erbij. Ja, dus een harenbroek met een shirtje eroverheen. Dus dat kan toch ook? Ja, we kunnen pret niet drukken. Wat doe je toch allemaal? Kan, ik raak hier de waar, Rijka. Nou ja, Kandel die zit dus achter de deur. Die heeft zijn eten al gehad. Die wil weer deze kant op, maar dat gebeurt niet, want hij mag nou niet naar buiten, anders kan ik de meiden niet uitlaten. Dus dan blijft nog even mooi binnen. Moet wel de platen nog pakken. Maar de droge die draait, en daar is meneer Kandel bang voor. Hoe dat gekomen is, weet ik niet, want hij is er al vanaf kitternaf aan bang van. Dus ja. Wat de vorige eigenaar met hem gedaan heeft, weet ik dus niet. Nee. En waar hij geboren is, weet ik ook niet, want... Hij is uit het nest naar een oudere vrouw met een zoon toegegaan. Maar die hadden ook al een oudere kat, een gore kat met een lange haar. In een week dat kan een kitten en een oudere kat niet aan elkaar wennen. Dat heeft twee lange werk nodig. Dan had ik ook hier al. Had dat nodig. Maar na een week wouden ze die kitten weer kwijt. Dus... Hadden ze dat, weet ik veel, van Karin die vond dat. Maar in ieder geval, Karin is met me meegegaan om dat beestje te bekijken en gelijk op te halen. En dat is dus, nou meneertje Kandel, ja. Nou, ik ben er helemaal blij mee, ja toch? En hier zijn er weer twee gek. Kijk, en dan krijg je ook vliegende haren. Hé? Geweldig, niet? Draai jullie even weer om. En ik doe het even op de naald. Zie ik zelf ook wel. Dat ik goed richt. Boefies.
We gaan zo lopen, dames. Hey, hallo. Dames. Elwing en Rijka, we gaan zo lopen. Want die denken ook, maar kijk het even. We zijn bezig. Heerlijk, niet? Nou, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Gaan wij ook doen. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden. Ik had onverwachts bezoek, want ik had niks. Geen afspraken. Ik zou geappt worden voor een afspraak. En dat is nooit gebeurd. Dat is langs elkaar heen gegaan. Maar in ieder geval, ik had mijn schaduwbegeleidster Cindy op bezoek. Ik wist dat ze deze week zou komen, maar wanneer, wist ik niet. Nee. Nou ja, oké, maar nou is het dus al geweest. Dat ik met de meisjes thuis kwam, kwam zij er ook aan. Dus ja, ze zag me thuis komen en toen is ze uit de auto gekomen. Want ze had al gemerkt dat ik met de meisjes weg was. En in plaats dat ze hier dan gaat zitten bij de picknicktafel, nee, gaat ze weer in de auto zitten te wachten. Nou, toen kwam ik thuis, zag ze mij en kwam zo aangelopen. Maar ja, ze zaten nog aan mij vast, dus ik ben maar gaan zitten. Ik denk voordat ze mij om de rug trekken met het enthousiasme gedoe. Dus ja, en nou is ze net weg. En nou is de wacht op de volgende twee, moeder en dochter. Dus we zullen het gaan beleven. Hoe dat gaat worden. Maar tot dan ga ik eventjes naar mijn stadje toe, mijn spel. En dan zullen we het beleven hoe laat ze ongeveer komen. Want dat meisje kwam pas om 2 uur thuis. Nou ja, eventjes de eigen opknappen, opvriezen. Want de school is natuurlijk ook warm en benauwd misschien. Dus ja, even afwachten allemaal. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach, doe ik ook. En tot later deze dag. Doei! Ja, lieve vrienden, mijn visite is weg. Ik heb natuurlijk niet kunnen vloggen, nee. Het was oma en kleindochter. Ja, ik ben heel wat wijzer geworden wat dat er gaat. Maar oma die heeft helemaal geen computer, geen mobiele telefoon. Heeft oma allemaal niet. En ze is maar een paar jaar ouder dan dat ik ben, 66. Dus ja, het legt hem niet aan de leeftijd. Want er zijn oudere mensen die wel internet en et cetera hebben. Er zijn mensen die 80, 90 zijn. Ja. Dus daar legt het hem niet aan. Nee, waar het wel aan ligt, weet ik ook niet. Maar oké, gedaan de zaken niet meer gekeerd. Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar ik heb daar het gordijn al dicht gedaan in de keuken vanwege dat de zon daar straks op komt te schijnen. Ik laat de meisjes lekker alleen. Ik ga even lekker de hort op. En ja, mijn mobiel gaat uiteraard sowieso mee, ja. Of ik wat leuks zie, weet ik niet. Ik weet het echt niet. Ik ga gewoon eventjes mijn neus achteraan naar waar die naartoe wijst. Weet ik ook dan niet op dat moment. Ik rij gewoon even gewoon er net heen. Waar ik uitkom, kom ik uit. Wel, sowieso kom ik weer thuis, ja. Maar ik wil gewoon eventjes. Ik heb wat hoofdpijn, ik wil even mijn hoofd leegmaken. Het was een hectische dag, want ik had sowieso mijn begeleiders niet verwacht. Want ik had geen bericht gekregen van, kan ik dan en dan komen? Ja, dat vond loor voor je neus. Oké, kan ook gebeuren, maar... Ja, ik heb liever dat ik van alles van tevoren even weet, weet je? Niet dat onverwachts gebeuren, nee. Maar oké, lieve vrienden, maakt niet uit. Mijn begeleidster was wel zo lief dat die even voor mij heb lopen te stofzuigen, hè? Dus dat vond ik wel weer fijn. Maar voor de rest komt alles wel weer goed. Ik ga lekker dus weg. We zien wel. En wat? Ik zeg later. Doei. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, ik ben weer thuis. Nou, ik heb niks gezien, want ik ben niet ver weg geweest. Gewoon rondje stad. Hier kijken, daar kijken, zus kijken, dit doen. Hier even te praten, daar even te praten. En
even naar de FOMA geweest, even boodschapjes gedaan en even nog bij Marianne voor de deur geweest, even staan te praten. Nou, die was zelf ook druk bezig met poetsen en doen en troep weggooien, wat ze toch niet meer gebruikt. Nou ja, oké, moet ook kunnen. Ik had nog later alweer klaarstaan om met de twee dames te gaan lopen, want het is inmiddels 6:03. Dus ja, we gaan even lekker lopen. Wat heb jij nou weer in je baard hangen? Oh. Nou, ik krijg gelijk de vuilnisbak weer in. Hé, dametje? Dus ja, ik zou zeggen, geniet verder. Ik zou zeggen, smakelijk eten, bon appetit en weet ik veel wat nog meer. En hele fijn, liefde, vanavond en tot later. Doei!